We staan vandaag in het hartje van Kortrijk en achter ons het project Flanders Make. Wat bouwen ze hier? Een toptechnologisch onderzoekscentrum voor de industrie. We zijn dit project gestart zomer vorig jaar 2021. Uiteraard zaten we toen nog in de grond en zijn we gestart met onze Rasto-bekisting. Die hebben we gebruikt voor randkist, liftputten en dergelijke. Inmiddels zijn we bijna op de plus 3. We leveren hier onder andere ook onze Manto-bekisting, ons topflex schema met de vloerstempels, maar ook ondersteuningstorens ID15 zitten mee in dat project. Vloeren die realiseren we in verschillende fasen en dat doen we met onze Topec vloerbekisting. Buiten het product, wat uiteraard zijn mannetje moet staan hier op de werf, is service en opvolging altijd maar belangrijker en belangrijker in deze tijden. Zeker ook communicatie met onderaannemers, wat dan niet altijd in het Nederlands moet gebeuren. Maar wij engageren ons om sowieso één keer in de week, en dat kan zowel naar mij toe behoren als naar de tekenaars die het werk technisch verder uittekenen, dat er wekelijks een werfbezoek komt waar overlegd wordt, moet er materiaal aangevoerd worden, moet er materiaal afgevoerd worden, kan het herbruikt worden, maar ook naar opvolging van plannen moet er bijgestuurd worden. Dus service is in deze tijden belangrijker en belangrijker dan ooit.